Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Mort en zijn AR spelen Hurt World. Naast weer een nieuwe aflevering. En vandaag gaan we er tegenaan. Ik heb er veel zin in vandaag. Vandaag doen we een andere aflevering dan normaal. Ja. Yep. Yes. En dat komt ook omdat het de laatste aflevering is. Laatste Hurt World aflevering. We hebben het heel veel gespeeld, maar het gaat echt veel tijd kosten. Weer een server wipe, dus... Helaas, guys, maar we willen jullie niet... Iets te veel werk om weer opnieuw te beginnen. Ja, man, het is zo'n grind. Het is een grindy spel, maar ik heb echt gewoon... Ik heb denk ik wel iets van 350 uur of zo gespeeld. Dat is een beetje veel. Ik zal voor een grap eens heel even kijken. Ga je nu kijken? Oké, dan begint het zo veel tijd. Jongens, het is spannend. Oh, je profiel is natuurlijk private geworden. Mijn profiel is private, ja. Ja, zelfs ik mag dat niet zien. Oké. Dan ga ik het voor mezelf al even kijken. I know. Nee, ik weet het al. Het is 367 uur mei. Maar genoeg daarover. We gaan vandaag de update bespreken. 350. Is er. Heb jij ook 350? Ik heb 350, ja. Nice. En nou, je ziet het al een beetje. We gaan het hebben over rating drills. Maar ik zal het helemaal netjes doorspreken met je. Ten eerste, we hebben decay. Net zoals in Rust. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat... Of in Hurt World betekent dat dat dingen die niet geclaimd zijn... Dus die niet onder een steek vallen... Dat die automatisch... langzamerhand verdwijnen. Dat eigenlijk. Rotten. Nieuwe muziek en nieuwe manier om removal. De removal points zijn verwijderd. De vorige aflevering heb je gezien dat... ik loop even hier naartoe ondertussen. Dat ik ging reden en dat ik eigenlijk kon zien waar de deuren zaten... doordat je van die groene blokjes hebt en dat je daar dan kon kijken van... Kun je er eigenlijk door de muren heen kijken daarmee? Dat kan niet meer. Als je nu gewoon op iets mikt, dan wordt het hele ding rood. En als je dan klikt, dan gaat het weg. En ik vind het zelf echt een super chill manier van dingen verwijderen. Want je hoeft niet zo goed meer te mikken. Ja, en je weet tenminste wat je verwijdert. Want soms als je echt een paar, als je wat complexere beeld zat, dan had je echt vijf dingen achter elkaar. En dan wilde je net weer zoiets eronder vandaan halen. En dan klikte je weer verkeerd. En dan... Ik had ook dat het spel een beetje langzamer werd van al die groene bolletjes. Of hij tekende ze niet allemaal. Ik vind het echt een hele grote verbetering. Ik ga er ook goed op. Meer. Oh ja, dus de rating. Dus nu, als je een workbench hebt. Bench. Die had ik beter kunnen voorbereiden. Dan is er een aparte categorie rating. Waar ook C4 staat. En de nieuwe spullen die we zo meteen gaan bespreken. Drills. Dat komt zo meteen. En de pillbox. Dat was dat kleine hutje waar je uit kan schieten. Dat je op het dak doet. Die was C4-proof. Die was C4-proof, maar dat hebben ze gefixt. Oké, dan gaan we nu praten over drills. Super belangrijk. Yes. Je ziet er hier al drie naast elkaar. Misschien moeten we ze eerst eens aanzetten. Ik ga even de recipes laten zien. Dat ga ik doen. Dus een drill maak je door zo'n base, een motor en een drillbit bij elkaar te zetten. En deze kosten zo duur, deze kosten zo duur. En de drillbit, die kost een diamond. En die diamonds die kun je maken uit Dispoli. En die rough diamond, die staat waarschijnlijk dan ook hier. Dude, waar staat de rough diamond? Kun je vinden. Oh, maar het heet diamond dust, maar de, dat maakt... Diamond dust en rough diamond vind je los van elkaar. Ja, maar hoe maak je dan die rough diamond? Oh, die zet je hierom in een... Ja, precies. Oké. En dit is volgens mij de diamond saw, dat is een tool. Maar ik weet niet, zou je die terugkrijgen? Ik denk het niet. Is het gewoon aardig grindy nog om dat te krijgen? Kunnen we even proberen. Give saw. Oh, je moet er eentje krijgen. Give saw 1. Als ik de prijs zie, denk ik van niet. Wat zeg je? Als ik de prijs van dat ding zie, dan denk ik van niet. 10 ijzer en 1 diamond dust. Dat is iets wat waarschijnlijk wel van je afpakken. Oh, oké. Nou, dan laten we het even daarbij. Dan zul je het wel niet terugkrijgen. Anyway, dus dan zet je dat ding in elkaar. Dus dan heb je, wat is het? 200 blauw en 200 groen of zo. Ik zet de recipes wel in het scherm voor een totale drill. En dan krijg je zo'n unit. Ik kan er hier ook wel even eentje pakken. Want dat is ook weer 318, hè? Ja. Yes. We zitten op de testserver trouwens. Dus ik ben al niet spullen aan het spannen. Voor het geval je dat niet door. Ik ben niet aan het... En dan plop je hem gewoon zo. Shablam. Op de muur. En dan vervolgens heb je hier in een... laten we even eentje bekijken. 3 balkjes. Temperatuur, damage output en de rotations per minute. Dus hoe hard hij aan het draaien is. En laat hij ook zien hoe groot de kans is dat hij vastloopt. Nou, laat ik hem alvast aanzetten. Oké, dat maakt hem... Dit is een beetje zoals in Stranded Deep. Dit maakt namelijk vet veel lawaai. En ik heb mijn geluid echt vet zacht gezet. Maar dit maakt echt... Ja, dit hoor je echt supergoed.
Ik zal, als je het volume naar beneden zet, dan kun je het een beetje met tweaken eventueel. Ik zal even laten zien hoe hard mijn geluid staat. Kijk. Hoorde je dat? Hoorde je die shotgun? Ik niet. Zo glazig staat mijn geluid. En dan zie je dus dat... doordat hij aanstaat, loopt de temperatuur omhoog. Maar daardoor gaat hij ook meer damage doen. Nou, oké, dat is allemaal goed. En de snelheid, dus de RPM, die loopt op. Dan heb je hier een knopje unjam. Waar we nog niet op kunnen duwen. Hij is nog donkergrijs. En je kan hem weer uitzetten. Dat is niet zo interessant. Ja, dus wat er nu gaat gebeuren zometeen, is dat hij vastloopt. Dan gaat dit lampje gaat rood worden. En dan moet je op unjam duwen om hem weer los te wrikken. Dus eigenlijk wat er gebeurt is dat je denkt van, oh, ik ga reden samen met al mijn vrienden. En dan zet je dit apparaat, zet je neer, zet je hem aan en dan gaat het ding vet veel lawaai maken. Dus iedereen in de buurt die komt dan op jou af, waarschijnlijk. Omdat dit ding, als je hem kan pakken, ja, dat is vet veel materiaal heeft gekost om het te maken. Best wel een waardevol apparaat om te hebben. Het duurt wel echt een eeuwigheid. Ik ben benieuwd hoe snel je het kunt krijgen. Oh, kijk, nu is het vastgelopen. Dan loopt de temperatuur. Wacht even met unjammen. Nou loopt de temperatuur dus op. En als ik hem nou unjam, dan zou het. Kijk, de temperatuur loopt nog een beetje door. Oeh. En dan loopt de temperatuur weer naar beneden. En dan gaat hij ook. Hij verslindt dus ook coolant en gasoline. En echt veel, hè? Deze zat net vol, allebei. Die gasoline gaat echt snel doorheen, ja. Ik heb ook altijd de moeite gehad om coolant te krijgen. En dat is dus nu ook echt helemaal een. Probleem. Ja, je hebt ook nog nooit echt. Het was meer dat die koelkast, die was het gewoon niet waard om je koelkast om te maken. Dus je ging wel sinaasappel farms maken, maar geen coolant farms. Dus misschien wordt dat nu juist wel meer een dat ding. Dat wordt nu een ding, coolant farms. Als je wil, als je echt coole farm. Super coole farm. We keep it cool, you get the farm. En dit ding dus, nou, dan staat dus hier op te draaien. En als je hem wat langer laat draaien, ik zet hem even uit. Kijk, ik weet niet of je het ook kan zien. We zitten hier heel klein beetje scheurtjes hier. Als je heel goed kijkt, kun je scheurtjes zien. Ik laat zo meteen zien hoe het andere huis ziet. En wat dus wel grappig is, deze gaat dus naar 990 als je hem aanzet. Maar bijvoorbeeld bij hout, je zet hem aan. Dan loopt de temperatuur ook op. Ik zet ze wel even alle drie tegelijk aan. Kijk, zo kun je ze alle drie tegelijk in haat. Oh, deze loopt vast. Unjam. Je kunt hem ook niet unjammen, maar dat is niet heel verstandig. Ja, dat kunnen we ze ook wel even laten zien. Dat is ook wel lachen. Spannend. Maar dat doe je maar één keer verkeerd waarschijnlijk. Wat ook wel cool is, je kan zeg maar aan de drill bit kun je zien. Kijk, is dit, hoe warm die eigenlijk is. Oh, hout is vastgelopen. Unjam. Goedemorgen. Kun jij die andere twee is wel handig. Even in de ik gaten. Hou die andere twee al in de gaten, ja. Ik had namelijk verwacht dat hout helemaal niet zo warm zou worden. Heb je wel een vuurtje proberen te stoken zonder aansteker of lucifers? Zo, met zo'n stokje vet snel wrijven, dus misschien is dat het. Ja, bizar. Nee, er zit nu wel heel sterk ook scheur op dat hout. Het gaat ja, dat wel gaat wel een stuk beter, maar waarschijnlijk komt het ook omdat er nog een drill naast staat. Ik zal hem jammen. Ja, want hij wordt dus heel erg warm. Maar kijk, als ik nou... Hoeveel fuel, hoe snel dat gaat. Ja, of gewoon uiteindelijk, als je er dan wel uiteindelijk doorheen bent... om te kijken hoeveel fuel je nou uiteindelijk moet geven voor dat ding. Ik ben nog even iets aan het onderzoeken. Want ik dacht namelijk dat de temperatuur... als je hem alleen op hout laat draaien... als je dus de trill alleen op hout zet... Oh shit. Dit gaat denk ik niet goed aflopen. Je hebt niet om ze te letten. Oké. GG met nou, je trill. Tot zover dat gebeurde dus. En deze laat al gelijk los. Oké, prima. Kijk, dit is wel interessant. Want deze trill die is nu... Oh, hij is nog steeds in temperatuur aan het oplopen. Oh nee. Nee, ja, dus hij loopt zo op. Maar ongeacht het materiaal loopt de temperatuur op naar 999. Nou, ik zet hem wel uit. Ik geloof het wel. En dan verschijnen dus van die scheuren in. Nu kun je het echt goed zien. Hier aan de andere kant kun je het waarschijnlijk heel goed zien. Ja, hier zit echt scheuren in. Ja, dat is wel cool. En dan uiteindelijk dan heb je een gat erin. Dus misschien, we waren hier al begonnen met het maken ervan. Ja, hier hebben we dus een stukje uitgehamerd. En hier zie je nog op steen. Maar het duurt zo lang, jongen. Het duurt zo lang, omdat... we moeten nog eventjes meten hoe lang dat duurt. Ik heb nog geen idee. Wat ook wel interessant is, nu die eentje die eraf geëxplodeerd is, dat je denkt van, oh, die ligt hier nu in twee stukken op de grond. Dat is grappig, maar als je die dan oppakt,
dan zul je ook zien dat je niet de hele drill terugkrijgt. Je mist namelijk iets. Je mist inderdaad drill bit. En als je... Ik zal ze even weggooien voor de duidelijkheid. Als je een... Deze drill is dus compleet. Die heeft de drill bit, de motor en de base. Als je deze gewoon losmaakt... Ja, dan heb je volgens mij gewoon pech. Want dan krijg je volgens mij ook het drill bit niet terug. En het drill bit is geloof ik 50 groen, 20 blauw en een diamond. Yes. Dan baal je wel hoor. Kijk, daar gaat de motor, de base. En hier zit dan de coolant en de gasoline in. Dus de drill bit die ben je gewoon kwijt op het moment dat je hem vastmaakt eigenlijk. En nog iets wat wel belangrijk is om te weten. Als ik eventjes mezelf een setje met raid spullen geef. 20 blauw, 50 groen, ja. De drill bit. Klinkt goed, ja. Tjoh. Als je dan denkt van, oh, ik heb wat extra drill bits. Ik ga snel nog eentje bouwen. Dan heb je mooi pech. Dit duurt echt super lang. Nou, wow. Super lang. Toch? Nou, ja, als je kan wachten tot zo'n drill door een muur heen is, dan kun je ook wel wachten. Ja, dat is waar. Dan kun je ook wel hierop wachten. Dan zou ik op zijn minst even een hokje in de buurt zetten waarin je tijdelijk opbergt, zodat je... Sowieso. En een spawn point, als dat ding explodeert. Ja, man. Dus dat. Laten we even kijken. Doet het wat duur aan, hoor. Ik denk omdat het natuurlijk net nieuw is, man. Dat ze zoiets hebben van, ja, we kunnen het wel super goedkoop maken, maar dan zijn iedereen direct allemaal boos op alle servers. En dan is het nu waarschijnlijk zo dat ze denken van, nou, misschien is het iets te moeilijk nog, maar dan kunnen we het altijd later aanpassen. Dat denk ik ook, maar ja, van wat ik nu zie, is het voor mij ongeveer evenveel werk om, ik denk dat ik iets van 3 of 4 C4 gelijkstel aan een raiding drill. Ja, ik denk dat het een beetje vertekend beeld, omdat we natuurlijk een keer 2 server gehad hebben. En ja, dat is waar. Die deadcap drop rate is ook nog wel niet zo super hoog. En ja, dat klopt. Dat is dus het grote voordeel van die raiding drill. Je hebt geen deadcaps meer nodig. Dus al deze spullen kun je best goed farmen zonder naar de loot towns te gaan. Ja, op zich is dat wel direct. Ik heb het namelijk even uitgezocht, want dat is natuurlijk interessant om te weten. Hoe kom je nou aan die dust en die diamonds? En je kunt dus 2 drops krijgen. Je kunt dust drops krijgen en rough diamond drops. Okay. En de dust drops die krijg je van de ijzer en het kolen. Met echt nog kleinere kans dan amber. Nou, je weet waarschijnlijk wel hoeveel amber ongeveer is op gevoel. Nou, voor mij is het ongeveer 5%. Dat is zo weinig. Amber is 5% en dan is dus deze diamanten, die zijn 1,25%. Dus eigenlijk gewoon 4 keer zo'n kleine kans als amber. Oh, dat is je hebt er ook wat minder voor nodig dan amber. Als je bedenkt dat je 50 amber voor een C4 nodig hebt. Dus in dat opzicht oké. Maar dat is dus voor dust. Dat kun je uit kolen en ijzer krijgen. Nou, en dezelfde percentages kans gelden ongeveer voor de echte diamanten. Je krijgt er altijd maar 1. Dat is rough diamond dan, hè? Ja, de rough diamond is uit rood, groen of blauw. Of uit explodable rocks. En dat komt ongeveer neer op 1,25% ook. Dus ja, het is nog een kleine kans. Maar aan de andere kant, ja, je gaat wel lekker veel hout... Je gaat wel lekker veel hakken en dergelijke. Dus Het zal prima. Laten we even kijken naar hoe je zo'n raiding drill kan vastbouwen. Want je kan hem op bijna alles doen, maar sommige dingen niet. En dat vind ik echt heel interessant. Dus gewoon op een muur, ja, op een kozijn, maar niet op het... Je mag hem niet op de... Noem je dat? Op het raampje zelf zetten. Dus ik kan het wel laten zien als je het zo zou bouwen. Dat er... ik wil die platte hebben. Deze? Yep. Dat had ik misschien moeten bouwen. Maar stel dat je nou wel het kozijn erin zet. Dat is... raampje. Dan kun je alsnog niet de raiding drill erop zetten. Zie je? Je kan hem alleen op de... Ja... Op het kozijn, niet op het ding zetten. Dus dat, op het schuinstukje, hierop, ja, op de deur. Maar dan hetzelfde verhaal als met het raam. Je kan hem hier op trusses kun je hem zetten, buttress. Je kan hem op alle daken zetten. En volgens mij kun je hem ook zelfs, dat heb ik eigenlijk nog niet zo goed geprobeerd. Volgens mij kun je hem ook zelfs op de onderkant zetten. Ja hoor, dat gaat gewoon van de onderkant van een dak. Dus dat geeft ook geen bescherming tegen raiding drills. Hier ook, aan alle kanten. Alle soorten dakjes kun je op. Je kan hem op een vloer zetten. Geen probleem. Dit is ook met een 2x2 deur. Kan hij wederom kan hij niet op de deur zelf, maar wel op de daarnaast. Met schansjes, trappetjes kan hij. Ladders kan hij ook op. Van 2 kanten kan hij erop zelfs. Deze hekjes kan hij ook op. Pilaar kan hij ook op. Ik heb zo meteen ook dingen waar hij niet op kan, hoor. Dus, maar goed, alle... redelijke bouwelementen waarvan je het verwacht, kan hij wel op een manier op.
stuk en ook natuurlijk op de grond en ook op de zijkant op de op een foundation. Dat is wel interessant. En dan heb ik nog een vraag aan jou. Oh nee, wacht, laten we het zo meteen doen. Hier, en hier wordt het echt interessant. Hier heb ik allemaal machines. Ik zal mezelf nog een reading drill geven. Dat is 310 is uit, maar die. Oh, wacht. En je kunt er ook op staan. Yay. Ja, je kan er ook gebruiken om een ladder van te maken. Oh, wat is 300? Wel, als je dan echt diamant over hebt, kan je altijd nog een reading drill ladder maken. Je kan hem niet zonder de drillbit bouwen. Maar ja, je kan bijvoorbeeld geen reading drill vastmaken op een kast of een kist. Dat is jammer. Maar als je heel goed mikt, dan zijn er plekjes van de fireplace waar je hem op kan zetten. Dus fireplace is geen goede bescherming. Lijkt wel chill, maar lukt niet. Je kan ze erop vastmaken. Moet je wel heel goed mikken. Ja, maar je weet niet hoe sterk die is. Dus misschien is hij wel oneindig sterk. Het zal wel niet, maar... Ha, dat is interessant. Dan moet ik wel even testen dan. Ja, laten we gewoon dat straks doen. Als er nog tijd is, moet je even kijken. Anders moet je het zelf testen, maar hij gaat je niet beschermen. Kijk, je bent natuurlijk op zoek naar een manier om je basis te beschermen tegen reading drills. En je kan hem ook niet plakken op een gewone drill, trouwens. Of een oude drill. Maar je kan hem ook niet plakken op een workbench of op een firepit. Maar dat is ook niet echt interessant, want je kan er gewoon doorheen. Oh nee, maar je kan wel voorkomen met een firepit dat iemand hem op een foundation plaatst. Snap je? Ja. Dus als je wel veel firepits neerzetten. Maar... Ja, maar dus in principe... Als je echt dat heel graag wil, ik weet niet, kan dus. En wat ik heel belangrijk vond om achter te komen, is dat je het niet kan plaatsen op een sign. Bam, en dat is natuurlijk super interessant. Tam, 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 het lijkt niet zo boeiend, maar het is echt super boeiend. Samen met Workbench denk ik dat het echt een heel erg belangrijk iets is. En dan nog één ding, je kan meerdere drills op een muurtje zetten. Je kan ook vanaf de zijkant hem nog op plakken volgens mij. Ja, yep. Kijk. Dus dat is geen manier om het tegen te houden. Je kan gewoon met meerdere drills op één muurtje. Dat maakt niet uit. Maar ik heb hier geprobeerd een hokje te bouwen. En deze is drillproof. Tenminste, vanaf een paar kanten. Ik heb niet... jongens, geef me gewoon eventjes een handje vol van die drills. Kijk, vanaf deze kant, waar die bordjes zo netjes zitten, daar lukt het mij niet. Misschien wil jij het proberen. Hier, ik zal je er eentje... Oh, wop, plank. Dat is een sign. Nou, deze zit al in elkaar. Probeer hem maar op te plakken. Mij lukt het niet. Klik, 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 klik. Oh ja, daar lukte het. Maar dat was niet... deze telt niet, hè? Moet op die telt van deze, niet. Nee, nee. Deze, maar ik deze was gewoon aan het spam klikken. En de bovenkant lukt het je ook niet meer. Omdat daar heb ik ook bordjes neergezet. Dus als je je basis wil beveiligen, dan kun je hem inpakken. Oké, sorry. Een klein raar knipje. Maar dan schrijven ze het vol. My bad. Maar happens. Gewoon niet op te letten, joh. Maar je kan dus je basis beveiligen door de bordjes op te plakken. En ook de bovenkant, dat lukt ook. Dus dat is, denk ik, dat dit de toekomst is. Nou, als je nou denkt, waarom zou je aan die muur aan het staren? Hij probeert nog steeds om hier een drill op te zetten. Oh, en op de zijkant lukt het niet. Aan die kant, ja. Ik had even die bordjes zo allemaal netjes moeten zetten. Dan was het helemaal niet gelukt. Maar op deze kanten, zie je dit zoals je er moet plaatsen, dan kom je er dus niet tussen. Je kan het ook gewoon zelf proberen. Alleen je moet alleen oppassen. Of tenminste, want je moet gewoon kijken of die groen wordt ergens. En dan heb je, als die groen wordt ergens, dan heb je het fout gedaan. Dan moet je nog even terug. Dus dan moet je niet klikken. Want als je klikt, dan plaats je hem in een drillbit. Ja, ik weet niet eens of iemand anders ze weg kan halen. Vast niet, maar... Ik ook niet, maar dat is eerst kon je ze wel iemand anders wijzigen, maar dat zal ook wel... Laten we dat heel even testen voor de zekerheid. Anders is deze tip gewoon waardeloos. Maar nu ben ik alleen geauthorized. Kun jij het weghalen? Moet je kijken of ik zo'n sleutel heb. Moet je eventjes... Een slossel. Give machine 1 of zo? Give range 1. Heb ik eigenlijk allebei. Sick. Al je voertuigen ook niet meer. Sick. Nou, ik kan met... Kun je niet pakken? Ik natuurlijk wel mijn machine range pakken. Niet mijn vehicle range. Grappig. Klein detail. No build permission. Nee, ja. Die mag ik niet zomaar hebben, hoor. Dus dit is een manier om te zorgen dat iemand echt C4 moet gebruiken om daarbij te komen. Dan denk ik dat het wel... dat is wel een goede... Bordjes zijn nog nooit zoveel gemaakt. Happatee. Nu zijn bordjes in één keer echt goed voor. Andere manier is natuurlijk om gewoon allemaal workbenches te stapelen. Maar ja, ik denk dat het ook wel werkt. Dan moet je gewoon een workbench bouwen. Wat is het? Moet je ongeveer zo gaan, denk ik. Nee... Die, zo. En dan een laag muurtje bouwen waarschijnlijk. En dan hier deze opzetten. Zoiets, denk ik. Ja.
Gift. Dat, of dat zou, en dat zou je ook met kisten kunnen doen, maar met kisten is het wel een hele dure grap. Ja, workbenches krijg je ook de hele tijd, hè? Gewoon van mensen die ze laten slingeren. Die hem laten slingeren, ja. En dan is het dus daarom heb je altijd wel een beetje workbenches te veel. Zo denk ik dat je wel een muur kan bouwen van workbenches. Als je iets netter bouwt, dan ja, kun je zo iemand al natuurlijk niet dat ze erop kunnen klimmen, want dan kunnen ze alsnog overal in je basis komen. Tenzij dat je hier er doorheen kan plaatsen. Nee, dat kan niet, zie je? Dus dan blokkeer je zo een muur. Maar het is een beetje bulky. Die signs zijn veel eleganter. En denk ik ook goedkoper. Ja, zeker denk goedkoper. Je? Omdat je... Nee, want dit is toch... Signs zijn wel goedkoper, zeg ik. Nee. Sowieso. Signs zijn niet zo duur. Signs 40 goud, toch? Ja, maar een workbench moet je de hele tijd al die hulpconstructies bij bouwen. Maar je kunt wel met drie workbenches waarschijnlijk een muur doen. Maar je kan, zeg maar, die hulpconstructies kun je helemaal uit steen bouwen, hè? En dat krijg je natuurlijk vet wel uit mining drills. Dus ik denk... Dus alleen gewoon wel, het kost je wel veel meer tijd, dat wel. Maar qua prijs zal het wel net wat goedkoper zijn, ja. Het is net wat je fijn vindt. Verder, de muren blokkeren niet een reding drill van het bouwen. Dus je kan, als je je muren zo dicht op elkaar hebt, maakt niet uit. De reding drill komt er gewoon nog steeds tussen. Wat een beetje stom is, maar... Wat als je een schuine muur zet ertussen nog? Ja, weet ik niet. Moet je hem even hier neerzetten. No build permission natuurlijk. Oh, denk al, waarom wil je dat bouwen? Authorizen. Schuine muur. Huh? Net mocht het wel, en nou mag het niet meer. Meen je dat? Nou, het komt misschien omdat die andere drill nog in de weg hangt. Nee. Want als ik dit demolish... Dan zou je zeggen, hij hangt ook in de weg. Maar dan kan hij wel, zie je? Oh ja. Dus die schuine muur, dat is wel een goede tip. Dat gaat waarschijnlijk wel werken. Had ik dit al laten zien? Oh ja, je kan meerdere drills per muurtje zetten. Geen probleem. En er is nog iets wat ik vergeten ben. Snel terug rennen. Nog een sexy deuren die ik vergeten was. Ja, dus een garagedeur werkt net als andere deuren. Als het ramen en zo. Je kan hem alleen maar op het kadertje zetten. Op het kozijn. Pillbox. Pillbox is wel bijzonder. Pillbox kun je hem namelijk ook niet opzetten. Ik heb het geprobeerd, maar dat lukt niet. Dus... Dat kunnen ze de volgende patch fixen dan. Ja, dat is wel een beetje slordig, maar... Goed, dus een pillbox is... retrailproof, zou ik maar zeggen. En de hatch ook. Dat is ook een bewegend ding. Dus dat is wel logisch, want dat is net als met die deuren. Dus ja, veel deuren die zijn... kun je gewoon hier het bestand tegen doen. Dus wat dat betreft... Best wel een goede update... Niet perfect. Of niet perfect. De retrails, ik weet niet. Ik had wel nog te duur, maar voor de rest... Ik vind het wel leuk dat ze het proberen. Op een, niet alleen maar van deadcaps afhankelijk maken. Ja, maar ik ben wel een beetje bang voor mensen die gewoon nog om 3 uur 's nachts zitten te spelen. En dan gewoon op hun dooie gemak. Zou je zelfs een macro kunnen maken? Dat je gewoon een macrootje doet, dat hij gewoon eens in de 10 seconden klikt. En gewoon een jam, gewoon zo loopt klikken. Yep. Gaan ze ondertussen even naar buiten checkie roken. En dan komen ze terug en dan hebben ze het ding kapot. En denk van ja... Yeah. Ja, maar daarom is hij gelukkig nog duur. Maar het is wel iets goedkoper dan C4. De prijs van C4 is nog steeds hetzelfde, though. Wat wel is, heb je ook niet of je het gezien hebt, maar... je moet wel echt voor een houten muurtje of zo... Dan heb je gewoon 150 fuel of zo nodig, hè? Ja, maar aan de andere kant als je bedenkt... Dat is wel veel, hoor. Ja, voor één houten muurtje is dat al ziek. Maar ja, één C4 is ook niet niks. Ja, maar dat is 20 as. En dit is 50 as. Ja. Dus het is zeg als maar, het, je bespaart een klein beetje blauw. Ja, je bespaart amber. Dat is in principe, dat hoef je er ook niet in te gooien. Nou, dat is dan wel weer oké. Want dan hoef je niet in winter te wonen per se. Wat bespaar je nog meer? Animal fat hoef je ook niet meer echt bij te halen. Ja, dat vond ik altijd wel lastig. Animal fat. Dus ja, ik denk dat misschien een beetje gecombineerd. Echt 150 fuel voor één hout? Ik heb het gevoel dat deze nog lang niet zoveel had gebruikt. Dat deze op 233 was om hem uit te zetten. En dat hij toen zover was. Ja, die zit nu nieuw in, want we hadden hem toen leeg. 233, ja, misschien wel. Laten we het anders eventjes meten. En dan zet ik het wel in het scherm. Kun je het zien. Maar dit gaat wel doen voor deze aflevering. Want we lopen weer een beetje uit. Maar ik vond het leuk. Ik vond het leuk om te testen. Cool. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Misschien dat je wel zelf een sicker raid doet. Met raiding drills. Laat het me weten in de comments. Hopelijk krijg je goede spullen.
Maar als je het leuke aflevering vond, laat alsjeblieft een like achter. Weet je, deze keer moet je vooral liken, want dit is de laatste aflevering. Niet omdat je het leuk vindt dat het de laatste aflevering is, maar gewoon geef nog één keer de shout-out, aflevering 25. Ik vond het superleuk spel om te spelen, maar het is gewoon... Maar na 350 uur is het even klaar. Komt het me af en toe een beetje mijn nek uit, ja, to be honest. Laat ik gewoon even eerlijk zijn. Ik hoop je al te zien in een andere serie. En tot dan. Tot ziens! Tot ziens!